Zo'n 450 medewerkers doen dit weekend mee aan de Rotterdam Marathon. Ze lopen de mini, kwart of hele marathon in een blauw Erasmus MC shirt. Het Erasmus MC zorgde voor de startbewijzen en voor een ontmoetingsruimte in het hartje van Rotterdam. Ik ben een hardloper en ja, de Rotterdam Marathon is een van de mooiste marathons die er is. Dus vandaar dat ik meedoe. Maar ik doe mee omdat mijn collega Marco mij heeft gevraagd om samen met hem en een andere collega van ons te rennen. 10 kilometer. Ik loop regelmatig wedstrijden en dit is een hele leuke in de omgeving van Rotterdam. Ik wou heel graag een keer de 10 kilometer rennen. Dus dit leek me een leuk evenement om dat te gaan doen. Trots. We worden het mooiste ziekenhuis van de Benelux. En daar hoort het Erasmus Blauw bij. Nou, ik vind het hartstikke leuk, want ik werk zelf als verpleegkundige bij het Erasmus MC. En ik vind het wel leuk om te laten zien dat ik voor Erasmus werk. Ja, daar ben ik trots op. Ja, echt. Dat vind ik echt leuk. Je ziet gewoon iedereen die van het Erasmus komt. De kortmarathon, ik heb het weer gehad. Het was hartstikke leuk. Vooral de mensen die aan de kant staan en je aanmoedigen op wat voor manier dan ook. Muziek maken, uit ramen zwaaien, kinderen die high five geven. Rotterdam Marathon blijft gewoon de mooiste. Om de finish te halen, het eindstuk was sowieso het leukste. Toen dacht ik, nou ja, nu nog even alles geven en het is gelukt. Ik heb de finish gehaald, dus ik ben er blij mee. De mensen langs de kant die aanmoedigen en de sfeer is superleuk. Ik heb zo een paar momenten waar ik dacht van... Ik ga stoppen of zo, maar toen zag ik de mensen dat ik van ja, ik ga toch verder.